Een blik op het theater met Marleen Lam. Marleen, goedemorgen. 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 Lekker weekend gehad, je klinkt schoor. Nou, ja, echt waar? Ja, feestje gehad, 5 mei? Nee, nee, valt wel mee. Nee. Dat nee. ja, nee. was ook niet het weer ervoor, voor een feestje gisteren. Nou ja, gewoon een feestje maak je zelf natuurlijk ook. Hè? Ik ben naar de kermis geweest, telt dat ook? Ja, dat mag. Leuk. De kermis en, en, in Emmeloord? Nee, hier in Leeuwstad woon ik. Oh, oh je in in Ja, Oké. Okay. Was het een leuke kermis? Ja, prima. Kijk, ik heb twee van die kleins van vier jaar, dus die vinden dat geweldig. Die willen eentjes vangen. En als oh, er ja. eentjes te zijn, dan. Uh, ja. Dan zijn we ook blij. En hoeveel moest je dan betalen? 4,50 euro of zo voor een cadeautje van 20 cent? Mm, dat is iets meer. Dus hoe meer je betaalt, hoe groter het cadeau. Oh ja, dat is natuurlijk ook. Dus je bent zo'n 7,50 per kind kwijt. Ja, nou ja, maar dan, wees blij dat ze die kraantjes <laughs> nog niet leuk vinden, die grijpertjes. Maar die vind ik dus heel erg leuk. Ja, die vind ik ook heel erg leuk. Het is verschrikkelijk. Ik geen tijd op de kermis geweest. Maar alleen. 20 euro voor ja. zo'n pushbeetje. <laughs> nou ja, goed. Je goed bent ook. hier natuurlijk voor het theater. Ja. Maar er gebeurt meer hè, dan alleen theater. Ja, we hebben dit weekend uh, Scandinaviemarkt. We hebben het vorige week even over gehad. Dat is uh, aankomend zaterdag en zondag op uh, Museum Schokland. Dus dat op het terrein ja. van Museum Schokland. Ja. De, alles wat met Scandinavië te maken heeft. Oh. Ook Informe. met emigratie. De truien, Truien hadden we het over gehad. Maar ook informatie over. Of emigratie? emigratie? Uh, de, ja, dat durf ik niet te zeggen. Sowieso wel informatie over reizen, van als mm -hmm. je daar op vakantie wil. Maar ja. ik neem aan. Kijk, er staan 80 kramen. Dus. Alles wat je kunt bedenken, dat is er wel. Dus dan ga ik wel vanuit dat dat er ook bij staat. Maar ook ja. Scandinavisch drinken, eten, eten drinken, spelletjes, uh, lezingen. Ja. Bedenk het maar. Lekker, ja. wel leuk. Scrabble op z'n Scandinavisch. <laughs> <laughs> Krijgen een aantal letters erbij, denk ik. De U en de E en de E. Zijn er allemaal ook. Uh, Scandinavië markt. Hoe, hoe laat uh, begint dat? Dat is om tien uur. Begint dat. Dus je hebt het op zaterdag en op zondag van tien tot vijf. Ja. Oké, okay. dus 80 verschillende kraampjes, zaterdag en zondag op Schotland. Mooie omgeving ook wel. Oh, schitterend. Met een beetje ja. fantasie is dat ook Scandinavië. He? Het is geweldig, Schotland is echt prachtig, ja. Ja, vind ik ook. Maar, maar er, is er is nog meer te doen. Te doen. Uh, muziek. Muziek, we hebben op zaterdagavond in het theater, we hebben Scrum. Wat is dat? Ja, je moet bedenken, um, iers, schots echt um, die kant op. Volkmuziek. Mm -hmm. Ja, ja. Dus doedelzakken, schotse uh, rocken. Um, en maar wat... ook het keltische van, van Enja. Ja. Het is een mix. Ah, Oké. Okay. Het is een mix. En krijg je dan ook die, die Feet of Flames? Krijg je dat ook nog? Van die Michael Flatley, dat is toch ook Iers-Schots, uh, weet ik veel daar bovenin? Dat, dat dansen? Dat is Iers, dacht ik toch? Ja, dat is Iers. Oké. Okay. Ah, okay. Ik durf dat niet zo. te beloven dat ze gaan dansen. Maar dat ze nemen zo. wel de hele kroeg mee en die ja? bouwen ze op het podium na. Dus en, en dan mag deze, je binnenkomen. Nou, ja, omdat deze uh, muziek, ze zeggen dit komt het beste tot z'n recht in een pub. Ja. Dus ze gaan gewoon de ervaring en een aankleding van een pub gaan ze namaken. Oh, dus je gezegd. krijgt echt het gevoel dat je dan daar bij hun in de kroeg zit. En dan met, een biertje erbij. Muziek, met een biertje erbij. Ja. En is het Nederlands? Wat, wat is het voor uh, gezelschap? Deze mannen komen uit Nederland. Ja. Mm -hmm. Ik heb goed gekeken en goed geluisterd naar hun uh, voorbeelden. Zoals de Dubliners bijvoorbeeld. Hè? Ja. En ze hebben in het voorprogramma van de Kilkenies, ze, hebben ze ook nog gestaan. Oh ja. Ze zijn hier dat ook is... geweest. Leuk. Dat is uh, Scrum. En heb je dan nog een leuke afsluiter? Zondagmiddag voor Moederdag. Ja. Uh, en we hebben nog een hele bijzondere pianist. Die komt op zondagmiddag om 15.30 uur. 30. Dat is Marietta Petkova oh ja. uit Bulgarije. Ja. Maar ze is ook in Nederland niet onbekend. Ze heeft al in het concertgebouw gestaan en ook uh, prijzen gewonnen. Ja, speelde ja, ook in Nederland. Ja. En uh, ja, pers is lovend over haar. En dan vooral over het feit dat zij, terwijl ze speelt, ook heel goed luistert naar het publiek. En daardoor ontstaat er een soort van magie. Dus het is niet zo dat ze speel dat ze zich afsluit. Als mensen enthousiast worden, dan bouwt ja. ze daar verder op. Nou, ze was laatst in Rotterdam en ik heb uh, gelezen op haar website dat de mensen daar drie keer om een toegifte hebben gevraagd. Als ze op een gegeven moment terugkwamen en ze... van ja, zullen we alles maar tegelijk naar huis gaan. Want uh, <laughs> Anders zo, blijven zo blijf we doorgaan. ik bezig. Dus dit ja. juweeltje. Ja, ja, ze schijnt echt heel erg goed te zijn. Dus voor de zondagmiddag, uh, als, uh, als je denkt van ik wil binnen iets doen en ik ga met mijn moeder op pad, dan is dit wel echt een. Uh... Ja. Hoe laat begint het? 15.30 uur, 30, zondagmiddag. Half ja. vier, nou, dat is een mooie, mooie tijd toch ook. Goed, dat is dus voor de moederdag ook. Dankjewel, Marleen Lam en tot volgende week dan. Hè. Tot volgende week.